Leuk dat jullie kijken. Ik zit hier vandaag samen met Kai van Summa Artiest. Hi. Hi. Kai heeft een solo act. Ja, klopt, ja, zeg goed, hè? En ja, jouw naam is Cero Eons. Dat klopt zeker. Dat klopt misschien zeker. Wel leuk om eerst te vragen, hoe ben je aan deze leuke naam gekomen? Nou, om heel eerlijk te zijn, toen ik dit project begon in de zomer van 2020, in de zomervakantie, wilde ik graag een EP schrijven, want ik dacht van, ja, dat is leuk. En ik had ook niks heel veel beters te doen. Ik wou sowieso dingen op mijn naam hebben. En ik wou een goede bandnaam. En ik was heel erg geïnspireerd door, zeg maar, kosmos en ruimte. Nou betekent Cero Eons dat niet per se. Maar het is wel een lichtere term, zeg maar. Een soort van. Ik weet niet hoe je het goed uit moet leggen. Maar het is uiteindelijk ook gewoon zo gekomen van, ik ben gewoon, dit is misschien niet heel professioneel, maar ik ben gewoon naar een random word search gegaan. En ik zag in één keer Ion staan en Zero. En ik dacht van, perfect. En dat kwam gewoon uit met, zeg maar, de muziek die ik toen der tijd maakte, in ieder geval. Mm-hmm. Dus ja, zo'n beetje random word search. Maar het is ook een hele unieke naam. Het en ook zeker. Heel origineel. Zeker. Je hoort, je hebt natuurlijk wel mensen zonder die waar eigenlijk een Z hoort te staan en een S is. Heb je wel mensen van, maar niet mijn naam in ieder geval. Nee, nee. En hoe is jouw muziek maken begonnen? Nou, wat ik al zei, in de zomer van 2020, toen we natuurlijk lekker in lockdown zaten, dacht ik van, hey, ik wil nog steeds productief zijn in de muziekbusiness en ik wou altijd al iets van mezelf daaruit hebben. Ik ben al sinds 2015 bezig met muziek schrijven, maar deze keer dacht ik van, ik wil iets serieus hebben, weet je wel. En ik ben gewoon gestart met gewoon gitaar opgepikt. Ik was heel erg geïnspireerd door Interpol en dat soort bands, misschien ook een beetje Tame Impala. Mm-hmm. En ja, dan ben ik gewoon gestart met writing. Ook al had ik al heel veel andere songs, ik wou toch iets nieuws maken. En ja, zo ben ik daar een beetje mee begonnen. Oké, okay, je zit nu momenteel op de Summa Artiest opleiding. Yes. Hoe ja. bevalt dat? Dat bevalt heel goed. Nu 2 jaar achter de rug. Ik heb zoveel geleerd in die 2 jaar. Het is niet normaal. Het is echt een hele goede opleiding. En het is toch wel een heel mooi moment van dat ik vanuit de 4e gewoon zoveel zin had om hier naartoe te komen. En dan die auditie had gedaan. En toen zeiden ze, toen mij opbelden van, hey, je bent aangenomen. En ik dacht van, dat sloeg mijn hart even een stukje over. Want dat wou ik al zo lang. En het was, ja, het is gewoon echt een soort van dream come true. Want je hebt hier zoveel nieuwe mensen leren kennen. Een heel nieuw netwerk kunnen uitbreiden. En natuurlijk je skills kunnen verbeteren in wat je doet. En ja, dit is een van de beste keuzes, denk ik, van mijn leven geweest. Ik wou altijd al iets met muziek doen. En ja, de opleiding valt me nu nog heel goed. Na de zomervakantie begin ik mijn laatste jaar daar alweer. Dus dat is heel jammer. Ik wou er echt nog een veel langer blijven. Het gaat snel. Ja, het gaat echt heel snel. Het voelt echt alsof het maar een jaar voorbij is. Dat komt misschien ook door corona, dat we een half jaar hebben stil moeten zitten helaas. Of meer zelfs. Maar als het puntje bij paaltje komt, het is gewoon, hele goede 3 jaar waarschijnlijk dan voor mij geweest. Ja. Ik heb gewoon zoveel kunnen groeien. En we hebben natuurlijk ook naar jouw muziek live mogen luisteren. Superleuk. Yes. Je hebt hele originele teksten. Kun je daar iets over vertellen? Nou, die teksten, de muziek die ik nu heb gespeeld, komt uit 2018. Heb ik in 2018 geschreven toen ik volgens mij mijn 3e of 4e jaar van de middelbare school zat. En mijn teksten waren basically gewoon van, hey, dit is een ding wat maar misschien middelbare scholieren mee kunnen relaten. Zal ik daar eens gewoon tekst over gaan maken, weet je wel. Zoals wat ik ook heb verteld bij elk verhaaltje. Van bijvoorbeeld dronken zijn op een party, dat heb je dan wel eens, weet je wel. Omdat je dan gewoon aan het ontdekken bent. En daarmee wou ik mensen dus gewoon gaan helpen en inspireren. Om dat wel gewoon mee uit te kijken, zeg maar. Dus het is een soort van, het heeft wel een sterke message, maar in een grappige manier, zeg maar. Of probeer grappig te zijn. Ik ben niet grappig. Maar ik denk ook dat mensen zich er misschien ook wel in herkennen. Ja. Dingetjes terugzien of het ook grappig of leuk vinden of interessant. Ja, precies. Dat probeer ik wel, zeg maar, een beetje over te brengen. In een grappige manier, zeg maar, wel mensen te proberen te behoeden voor, zeg maar, dingen die zouden kunnen gebeuren. En hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Zoals met Pretty Little Kitty. Gewoon letterlijk gaan naar een pet store en koop een kat. Heel simpel, ja. Dan word je gewoon meteen blij. Ligt eraan of je van dieren houdt, maar 99% van de mensen houden veel van dieren. Veel mensen worden er blij van. Veel mensen worden er blij van. En dat is, zeg maar, mijn ding van, het is misschien iets kleins, maar het helpt zoveel in de long run. Ja, en hoe zie jij jezelf nou in de toekomst met je band, maar ook, hè, op de opleiding? Wat wil je hierna gaan doen? Precies, ja, met de band. Natuurlijk heb ik een EP op Spotify en overal staan, die heet Maybe. En dat is allemaal alternatief, heel erg 21 Pilots geïnspireerde pop, punk. Ja, geen pop-punk, pop-rock. Een beetje electronic. Dat staat erop. Nu heb ik natuurlijk deze pop-punk dingen.
En basically wat ik wil gaan doen is, voor elk album wil ik een soort van een nieuw genre gaan doen. Omdat ik al sinds 2015 ben met muziek schrijven, heb ik dat allemaal gerewrite en opnieuw opgenomen. Uiteindelijk ook wil ik dat professioneel gaan opnemen weer. En dat dan ook weer gaan releasen per jaar of de zoveel maanden, wat ik gewoon zoveel heb. Dus het is van dat elk album een soort van nieuw genre wordt. Misschien niet helemaal zoals de industrie wil, maar wel hoe ik het zeg maar voor me zie en hoe ik het wil gaan doen uiteindelijk. Ja, je blijft volgens mij heel erg bij jezelf. Bij wat jij mooi vindt om te maken. Ja, uiteindelijk wel. Het is een heleboel van die nummers zijn ook geschreven omdat ik ze leuk vond, zeg maar. En ik hou wel zeg maar van dat mensen, zeg maar, dat ik mensen ga plezieren, weet je wel. Gewoon van, hey, hij maakt nu alternatief. Hij blijft alleen maar alternatief maken. Nee, zo gaat het niet werken. Ook al zou het wel leuk zijn natuurlijk, het beste. Maar dan nog wil ik gewoon een wide variety van genres hebben. Omdat ik zelf ook gewoon heel breed ben qua genres. En ik vind alles leuk. Dus, en ik wil niet echt per se bij één genre blijven. Dan word ik er alleen maar ziek van. En dan geef ik waarschijnlijk uiteindelijk het project gewoon op. Omdat ik alleen maar hetzelfde aan het maken ben. En dan gaat het uiteindelijk als routine voelen. En dan komt er gewoon niks meer nieuws uit. Ja, en misschien ook wel leuk. Misschien kunnen we dat wel in de camera zeggen. Zou je nog iets bijvoorbeeld tegen nieuwe studenten willen zeggen? Heb je shit op orde. Dat is alles wat je moet weten. Heb altijd je shit op orde, dan vliegt het schooljaar voorbij en heb je nooit problemen, zeg maar. Ja, en ook in het maken van muziek, heb je daar nog tips voor? Wees gewoon vooral jezelf erin en maak gewoon wat jij leuk vindt. Ook al vinden misschien mensen het niet leuk, dan nog is het wel van uiteindelijk is het ook gewoon van jou. Jij moet het zelf ook leuk vinden om het op te treden, om het zelf te doen, om zelf te maken. Het moet niet gaan voelen als het maar werk. Het moet echt gaan voelen als iets wat jij wil en wat jij leuk vindt. En wat je voor de rest van je leven wil gaan doen. Ja. Dat is mijn two cents daarin. Nou, ik denk dat dat in ieder geval een hele mooie tip was om mee af te sluiten. Zeker, zeker. Dankjewel, Kai. Nee, hartstikke bedankt.